Het komend half jaar hebben we een replica tentoonstelling vanuit het Van Abbe Museum in huis. Het reist van locatie naar locatie. In totaal gaan het naar 7 locaties. En eigenlijk alle bewoners, maar ook wijkbewoners, zijn welkom om een kijkje te komen nemen. Bij de tentoonstellingen worden ook rondleidingen verzorgd door medewerkers vanuit het Van Abbe Museum. En zij hebben daarvoor een speciale methode ontwikkeld. Dat heet de methode Onvergetelijk, waarbij het niet gaat over de historische context, maar het gaat heel erg om je eigen persoonlijke ervaringen. Dit is goed, omdat ik heb in het hele land veel musea bezocht. Dat gaat niet meer. Ik vind het fijn dat die schilderijen nou naar ons toe komen, dat het museum weer naar ons toe komt. En dat wij in ieder geval die gelegenheid krijgen om dan toch een museum te bezoeken. In een andere vorm, maar dat maakt niet uit. Ja, heerlijk, heerlijk dat het hier op deze manier gebeurt. En vooral met de gids, hoor. Je ziet door de ogen van een gids toch altijd iets meer dan dat je denkt zelf gezien te hebben. De collectie bestaat uit werken van onder andere Warhol, we hebben een Permeke, we hebben een Van Doesburg, een Lissitzky en Picasso. Een heel gevarieerd aanbod met eigenlijk allemaal werk uit de 20e eeuw. En heel fijn dat het een vorm van kunst die de aandacht weer eens extra krijgt, want alles wat kunst betreft is natuurlijk zo belangrijk in het leven en zelfs in het dagelijks leven. Is het toch een franje die je niet graag zou willen missen.